Ik moet iets zeggen over Total Design, over het bureau waar ik 5 jaar heb mogen werken. Wat mij betreft, ik met enorm veel plezier. En ik geloof nog wel een aantal mensen die het leuk vonden. Het was een merkwaardige move van mij om met Total Design te gaan werken, want ik, maar ik niet alleen, er waren een aantal andere ontwerpers die het eigenlijk helemaal niet zo goed met de TD voor hadden. Achteraf moet ik zeggen, had ik het ook helemaal niet goed begrepen wat Total Design deed. En toen ik daar werkte zag ik opeens de zegen van dat bureau voor de Nederlandse industrie en het bedrijfsleven, waarin Total Design een prachtig matje legde over het communicatieproces in Nederland, waar heel veel dingen eigenlijk misgingen. En door de manier waarop TD opereerde naar bedrijven die veel drukwerk hadden, kwam dat drukwerk er eigenlijk altijd heel erg goed uit, moet ik zeggen. En ik denk dat als ontwerpertjes zoals ik het zouden hebben gedaan, dat het gewoon een puinhoop was geworden. Want dan krijg je hoogtepunten, dieptepunten. Zoals Wim wel eens in de vergadering had gezegd, die zei, ik zal jullie een geheim vertellen. Wim was eigenlijk heel erg jaloers op BRS. Het liefst had hij eigenlijk de directeur van BRS geweest. Want hij zei, die jongens... die zitten net onder die top. Die zitten daar in die top en die maken nooit een fout. Het gaat altijd maar door. Want je hoeft ook niet echt goed na te denken over het werk wat je doet. Het zit altijd wel goed en het gaat altijd maar door. En het gaat altijd maar door. En ik wilde graag natuurlijk Pentagram zijn. En zei, joh, doe dat nou niet. Dat is riskant. Dan zit je weer in de diepte, dan moet je weer omhoog. Je moet je ongelooflijk inspannen altijd. Het is vreselijk om Pentagram te zijn. Wees toch BRS. Goed, bij de aardige BRS waren Total Design. We hadden natuurlijk veel potenties en we hadden gewoon veel, creatieve expansie binnen de deuren. We hadden enorme goede ontwerpers in die tijd. En die wilden allemaal wel van zich laten weten. Ik ontdekte toen ook dat mijn hele vooroordeel tegen Wim, dat het allemaal eigenlijk maar een soort bolleveldjes waren die hij maakte. Dat het helemaal op niks gebaseerd was. Want dat deed hij helemaal niet. Wim was een artiest, die maakte prachtige dingen. Met veel gevoel en veel een enorm oog, visie, gedachten over dat ontwerpen. En daarnaast had hij een systeem bedacht voor wat ik dan nu durf te noemen de minder bedeelde in de creativiteit. En na al die jaren op die scholen lesgegeven te hebben, weet ik dat er massa's minder bedeelde zijn in ons vak. Die best heel goed hun werk kunnen doen en precies weten waar de Helvetica, in welk laadje dat lag, en, de A4, 29-7x21, wat is dat allemaal goed, maar om nou die eerste stap te maken. De stap tot een creatie, het opnieuw iets oppakken en iets nieuw beweren. Dat doen de meeste ontwerpers niet. Dat doet haast niemand. Dat doen maar een paar. Maar die willen allemaal graag ontwerpen en die hebben, dat handvat waar Wim zo'n mooi systeem voor bedacht had, hebben ze hartstikke nodig. En vanuit dat systeem kunnen ze alle kanten uit. He? Zoals ik doe in de tijd dacht dat Wim Krouwel eigenlijk de cleaning lady of graphic design was, dat zag ik dat het helemaal niet waar was. Dat was totaal onzin wat ik bedacht had. Dus ik schaamde me diep. Ik kon er echt vanuit. Ben, hoor je wat ik zeg? Nee, dat is waar. Dus dat was een ontdekking. Maar toen ik daarheen ging, daarvoor had ik dat natuurlijk. En toen zei hij tegen me, Tony, als jij dan zo tegen het bureau bent en denkt dat het allemaal anders kan en allemaal anders moet, hè? Je dat als echt vindt, dan gaf je me de sleutels. Hier heb je de sleutels, ga jij het maar veranderen. En ik was ook nog zo stom op die sleutels, dat ga ik doen. Nou,
daar kwam natuurlijk helemaal niks van terecht. Want die jasjes van Jan, die daar, van Wim die daar in de kast liggen, die ga ik allemaal aantrekken. Word ik ook zo, Wim Kauw. Er gingen er allemaal, al die mouwen lagen er meteen uit. Dat past, dat paste me helemaal niet. Dat is vreselijk. Dat ik erbij liep en Jan, Wim dacht, oh god, wat mooie jasjes. Dus dat werd helemaal niks. Maar, waarom ben ik nou eigenlijk hier? Omdat, zeg maar, dat total design wat nou in kaart gebracht is, wat vroeger altijd op de vierde etage op zolder stond, allemaal van die map, waar ik wel eens in zat te kijken, en ik dacht, dat moet wel bewaard blijven, dat is wel heel bijzonder. Nou, dat schijnt dus nu in kaart gebracht en in dozen gezet te worden, je kunt het nou gewoon terugvinden. Maar het idee van een paar jongens die een broodje gaan beginnen en zeggen, we gaan samen, we gaan met z'n allen gaan we iets doen. Grafische vormgeving, industrial design, binnenhuisarchitectuur. Dat was op dat moment een nieuw ding in Nederland. En die zijn begonnen. Die hebben ook nog de familie Zwarts gevonden om daar wat geld in te steken. Wat heel nieuw was. Absoluut begreep niemand dat je daar geld in moest steken. Maar zij wisten die mensen warm te krijgen. Die deden het dan ook met een prachtige aplomb. Ze hadden ook in een prachtig pand TD, de Herengracht. En ik moet je zeggen dat dat initiatief was natuurlijk ging in eerste instantie om mooie dingen te maken, om een front te vormen, om iets voor elkaar te krijgen op een breed, in een breed vlak. Wat ze zich niet gerealiseerd hebben, denk ik, dat kan best zijn dat het ook in het plan zat, maar in ieder geval, wat ze zich niet gerealiseerd hebben, is dat enorm veel mensen enorm plezier heeft gegeven. Want hoeveel mensen hebben er niet met Total Design gewerkt? Tig. Wie heeft er niet gewerkt, beter zeggen. Iedereen heeft met Total Design gewerkt. Iedereen heeft een opleiding gekregen met Total Design. En een paar weken geleden had Sonja, die gaf haar afscheidsfeestje bij 1 vis, 2 vis. En er waren opeens een stel oude TD'ers bij elkaar. En een lol dat we hadden en een plezier dat we hadden. En ik dacht, eigenlijk moeten we dat gewoon, ieder half jaar moeten we een grote meeting geven. Dat is, en dan moet je een tent op de Veluwe huren, want anders kunnen we er niet in met z'n allen. Maar dat is zo leuk. Er zijn allemaal creatieve mensen die hun eigen leven zijn gaan vormen. Die allemaal hun eigen visuele beeld naar buiten hebben gezet. Sommigen zijn absoluut geslaagd, anderen zijn minder geslaagd. Maar allemaal hebben ze gewoon via die injectie, total design, de visie op dat werk, de manier van denken, hebben ze zich een baan gecreëerd in het leven. En dat is eigenlijk toch wel heel erg bijzonder. Ik heb begrepen dat Total Design niet meer bestaat. En dat het nu een marketingbureau is geworden. Maar ik zeg dat een beetje expres. Omdat heel veel van dat soort bureaus tegenwoordig allemaal ontwerpbureaus zijn. Net als bij Eden, dat is een ontwerpbureau. Maar dan zeg je, hoeveel ontwerpers werken hier? En wie is dan jullie ontwerper? Wij konden zeggen, Wim Kauw, Ben Bos, Julian Schrover. Noem maar op. Wat zegt Eden dan? Dat is een doodse stilte. En wat zegt Total Identity dan? Doodse stilte. Dus dat TD, dat was wat. Dat is echt gewoon Ajax geweest. Wij waren Ajax. Nou, en in de gedachten van heel veel mensen, en heel veel opdrachtgevers, en heel veel mensen die grafisch ontwerper of met dat vak te maken krijgen, die denken, oh ja, Total Design, dat was Wim Kauw, Ben Bos, Julian Schoof, Paul Meijsenaar, Daphne Tuyfelshoff. Nou ja, gaan we door. Jongens, een hele mooie tentoonstelling schijnt het te zijn, of niet? Ja. Oh. Mijn tentoonstelling? Ik weet het wel niet. Het is een tentoonstelling. Kom, stoppen, lachen we weer. Een boek? Ik weet maar een boek. Is dat alles? Dat is toch toch. Weet je wat wij zeggen bij het nagel? Dat is een beetje, klinkt een beetje raar, maar we hebben nu TD helemaal afgerond, helemaal gedigitaliseerd. We zeggen TD eruit, studio dump maar erin. Dat is ook een gigantisch archief.
Dumbar erin, Dumbar eruit. Beker erin, beker eruit. Dat is niet weer van Dumbar inderdaad. Ik hoop dat het allemaal goed afloopt.